Hoe zag uw eigen lagere school er eigenlijk uit? Oh, dat was ook wel een mooie school. Het was een echte Montessori school, die was er speciaal voor gemaakt. Amsterdam heeft altijd enorm mooie scholen gemaakt. Daar ben ik enorm door geïnspireerd als kind al. En die had dus hele grote lokalen met een hele grote kachel met een prachtig paars hek ervoor, wat ik nog zou kunnen uittekenen. En dan hadden ze zogenaamde keuken, dat was een hoek waar je allemaal water kon halen en waar je wel eens een keer onder de kraan werd gehouden als je heel vervelend was. Kijk, de nadruk lag enorm op de lokalen. En dat was toen het rijk van de juf en daar gebeurde alles. En als je naar deze scholen kijkt, dan zie je dat er heel veel gebeurt buiten de lokalen. En dat is dus ook mijn idee, dat geen gangen moeten zijn, maar dat het eigenlijk een soort van groot stadsplein moet zijn. Hè? Ja, ik heb dus het gevoel dat je, en dat is mijn eigen wijzigheid, zoals ik al zei, niet alleen rekenen en taal moet leren, maar ook misschien in de school moet leren hoe je met elkaar omgaat. En daarom moet het een soort van microstadje zijn. En ook bijvoorbeeld, dit is niet het gymnastieklokaal, maar dit is echt het centrale plein. Kinderen kunnen hier werken, als het ware, aan de straat. Hè? Want dit is dan toch een beetje een straatgevoel. Het is wel anders dan vroeger dat je op de gang moest staan. Precies. Nou, precies. Precies. Dus het hele idee van een gang is om uit de klas gegooid te worden. Om dus eigenlijk even verbannen te worden. Hebben we omgekeerd. Het naar de gang, dus de straat gaan, is eigenlijk een voorrecht. Wat het betekent dat je zo zelfstandig bent dat je zelf daar mag... Spelen. Ja.